ingang hebben we dus al gevonden. We zijn nu in de garage. Maar van de buitenkant zag het er wel echt heel mooi uit. Ik hoop ook dat er nog iets in staat. Ik hoor wel allemaal gekke geluiden. Nou, dit is dus de keuken geweest van dit huis. Er zijn al wel een paar dingen afgebroken. Zoals keukenkastjes en zo. We gaan even verder kijken. Holy shit, zie je dat op de muur, man? Stay away. Wat staat er op de muur? Stay away. Dan hebben ze alvast voor ons hier neergezet. Ja, als dat er staat, dan blijf ik sowieso. Maar Marvin is het niet stay away, maar stay here. Stay here. Je hebt nog wel een hele mooie hoop haar. Om Marmer. Die 24, man. Maar het is 24. Dus dat betekent dat... Ik weet het niet, man. Ik heb het ijskoud. Het is koud hier binnen. Oh, niet normaal. Ik heb mijn lampamper vasthouden. Kierig, hè. Nou, we lopen dus door dit huis. Deze villa is dus uit 1955. Ja, hier heeft een hele oude man gewoond. Die dus uiteindelijk na zijn dood hier gewoon verlaten heeft laten staan. Volgens mij zijn hier ook echt van die duivelse personen aan de gang geweest. Want hier zie ik allemaal stay-out. En er zijn allemaal handen zo tegen de raam aangedrukt met een soort van bloedachtig iets. Ja, daar ook helemaal rood. Daar ook, ze hebben alles rood gemaakt en donker. Misschien heeft hier iemand ingezeten die niet wou dat er iemand in kwam of iets zei. Ik zie overal stay-out staan. Nou, ik onderbreek dit spannende avontuur. Want ja, jullie moeten natuurlijk allemaal even op die abonneerbutton klikken. En natuurlijk een blauwe duim omhoog. En vergeet dat belletje niet, want ja, dan blijf jij updated voor alle nieuwe avonturen. Nou, laten we nu weer verder gaan met het avontuur. Nou, ik heb net dus daar een kelder gezien. Daar gaan we natuurlijk als allerlaatst in. We gaan nu een trap omhoog om te kijken wat er op de bovenverdieping staat. Nou, zullen we daar nog meer duivelse tekens tegenkomen? Ik denk persoonlijk van wel eigenlijk. Kom. Hier is maar een klein wc'tje, dus meteen op de trap. Ik zie hier nog iets duivels staan, mensen. Nu begin ik het toch wel echt creepy te vinden. Er staat hier gewoon, I kill you. Dadelijk zit er hier zo'n lijpo in het huis of iets dergelijks. Die gaat, dadelijk killt hij ons, maat. Het is een psychopaat. Zullen we nou wel even twee keer op onze hoede en twee keer nadenken? Ja, lijkt me wel. Lijkt me een verstandig idee, hè? Nou, als we nou hier de badkamer in lopen, lijkt het wel of dat zeg maar een maniak hier aan de gang is geweest met de spiegel helemaal te slopen. Zou dat misschien of die geest zijn of die man die hier alles op heeft geschreven van I kill you, dat hij hier helemaal gek is geworden? We lopen weer terug waar we net zijn begonnen, in de gang. En hier heb je dus de zolder. En dat doet me echt denken aan Sanatorium de Beziel. Ook die trap. En ze zeggen dat daar ook de juiste geesten zitten, hè? Ja, dat wil ik dan wel zien. Achter zo'n trap. Dan ga ik even kijken. Mooi op. Oh, het is hier zo krap hier, hè? En ik ben eigenlijk bang dat die vloer daar in zakt. Ik ga even kijken bij dat shirtje. En dan kom ik weer terug. Het is een handdoek. Ja, we zijn dus nu weer beneden. We gaan hier links. Volgens mij hier links weer, heb je de kelder. Ja, we gaan toch eens even kijken wat hier beneden is. Of dat hier dan die meneer zit, die ons wil killen. Ja, echt hè. Die psycho, die gekko. Ja.
Het is echt een typische wijnkelder. Echt in België, bijna elk huis heeft echt wel zo'n wijnkelder. Daar kun je dus al die flessen wijn in leggen. Er ligt ook niks meer, maar we hebben hier ook nog iets. Alle generatoren. Ja, dat is van de verwarming. Die staat er dus niet goed. Het stinkt wel dat ding, hoor. We lopen nu op naar het zwembad. Het ligt hier voor mij. Echt, wat een ding zeg. Zo groot. Nee, zie je dat wel hier ligt? Even kijken. Hier ligt zelfs nog gewoon een borstel voor het zwembad schoon te maken. Ik heb dus net even om het zwembad heen gelopen en hij is 7 bij 13. 7 bij 13 is echt een groot zwembad, man. Nou, ondertussen hebben we dus een ingang gevonden, ook in het badhuisje. Laten we eens even binnen gaan kijken wat hier nog staat. Kijk, hier staat een hier staat dus een overkapping van het zwembad. Zie je? Van die rolluiken, die zonneweringen zijn. Ja, die kon je uitklappen en dan stond die over het zwembad heen, dat er geen vuil in kwam. Nee, dat voor de ramen. Nee. Jawel, dat voor de ramen zijn zonneweringen. Dat voor de zon. Nou, dan heb jij mij wel eens nieuws. Ja. Hier zie ik ook nog een kachel staan. Ja, buiten ook al, hè? Nou, wat dit dus is geweest, is dus gewoon een soort van extra huisje bij het zwembad. Dat je hier lekker kon chillen als je had gezwommen, lekker op kon warmen bij de haard. Natuurlijk is dat super en super fijn. Dus wat Marvin al zei, ze hebben echt hier in luxe geleefd. Hier hebben nog wel echt rijke mensen geweest. Zoals ik al zei, die man, die heeft gewoon genoeg centen gehad. Nou, die man die hier woonde was dus van alle markten thuis. Want als je hier met vrienden chillde, dan moet je natuurlijk ook een goede bar hebben om op te drinken en om glazen in te schenken. Nou, daar had deze man hier allemaal staan. Dus daar blijkt maar weer uit. Wat hij hier allemaal voor over had en hoe vaak hij hier aanwezig was. Ik denk dat dit wel echt een huis is waar deze man veel tijd heeft doorgebracht. Ik denk dat we nou wel alles hebben gezien. Dus laten we dan maar eens even weer terug op naar de auto gaan. En denk het avontuur even mooi afsluiten voor vandaag. Dit was het weer mensen, een nieuwe video van Exploring TV. Ja, we zijn naar een verlaten huis geweest die ik vrij bijzonder vond. Want er stonden nog best wel wat leuke dingetjes binnen. Ja, dat vond ik ook. Check zijn zwembad die erachter. Ja, dat ook. Dat is super speciaal. En ik vond het best wel eng, want er stond al die gekke teksten en zo. Ik dacht echt, elk moment kan er of een geest komen of een gekke man die ons gaat vermoorden. Gelukkig niet gebeurd. Nou, we zijn er wel heel uit vanaf gekomen. Dus vind jij een toffe video? Doe die blauwe duim omhoog. Hit die abonneerbutton zo hard als je kan. En zien jullie de volgende week. Later. Ciao. Before you go, don't forget to like and subscribe to Exploring TV.